competitie waarin heel veel leert, maar we willen ook wel toch nog komen tot een puntensysteem waar we wel kunnen de posities kunnen bepalen. Welke school is nummer 1, welke is nummer 2, nummer 3, nummer 4. Toen de ambassadeur van China kwam voor een kennismakingsbezoek, ambassadeur Li Quan, gaf hij aan dat hij de samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken wil intensiveren. In dat kader heeft hij gevraagd dat we met een projectvoorstel komen om sport onder de jeugdigen te bevorderen. Wij hebben toen verschillende scholen uit 4 districten, de Paramaribo, Wanica, Koroni en Kommewijnen, het gaat om GLO en VOJ scholen, geïdentificeerd in samenwerking met het ministerie van Onderwijs. De afdeling Bewegingssport die heeft ons geholpen met het identificeren van de verschillende scholen in de verschillende districten. Het gaat dus om kinderen tussen 6 en 16 jaar die zullen deelnemen aan de verschillende takken van sport. Het gaat om voetbal, volleybal, slagbal, dammen en atletiek. Dat is het met betrekking tot sport. En er is ook nog een andere sessie erbij. Dat is een sessie waar we kinderen bezig zullen houden met creatieve activiteiten. Middels kunst. En ook nog een voorlichtingssessie waar we ze leren hoe respectvol om te gaan met hunzelf, maar ook met anderen. Maar bij elke tafel willen we heel graag een kleine bannertje plaatsen. Met de naam van de school. En waar de kinderen enkele van de afspraken die ze met u maken, op basis van respect, leren luisteren, elkaar ondersteunen. Dat ze de kinderen dan een checklist maken. Op het ministerie van Sport en Jeugdzaken gaat het met name om de Stichting Schoolsportfederatie. Het zijn de verschillende scholen die zullen participeren. De verschillende bonden die zullen ook deel uitmaken van het geheel. De School of China Art en Culture, die zal ook een bijdrage leveren in dit geheel. Dus willen we met u afstemmen als wij in de loop van deze week iemand van ons, een team van ons, naar uw school kan gaan om een bezoekje, om een gesprekje te hebben met de kinderen. Om ze een beetje te motiveren en ze uit te leggen waarover het gaat en vooral over het thema met ze te praten. Jullie gaan meedoen aan de China Ambassador School Cup. 9 en 16 februari zijn jullie op Sophia's Lust in een heel mooi centrum met een heel mooi veld. Hebben jullie er zin in? Ja! Hebben jullie er zin in? Ja! Ik heb alle leerlingen voor alle categorieën en onderdelen. Het doel van het project is talentidentificatie gevolgd door talentontwikkeling. En in dat kader hebben we ook de bonden uitgenodigd, want het is de bedoeling dat de bonden ons verder helpen met talentontwikkeling. Ook is het de bedoeling dat we de samenwerking, de goede samenwerking die we nu hebben met de ambassade van China, verder intensiveren. Het is uitdagend. Mijn school, de Zapata School, is gekozen om Paramaribo te vertegenwoordigen en wij zullen alles eraan doen om te winnen. Een bijzondere eer aan de Tata Colin School om te mogen participeren aan deze China Ambassadors Cup.
Ik vind het geweldig, omdat de meeste mensen zeggen Tata Colin School zo ver in Coroni. Het is niet haalbaar dat ze meedoen aan bepaalde activiteiten. Dus ik vind het geweldig dat de school meedoet, de leerlingen. We gaan en we gaan niet alleen om, ja, omdat we gekozen zijn, maar dat we gaan om te winnen, want dat is het doel. Ik ben nu al zo enthousiast. Ik zie die dag al voor me en ik heb een goed gevoel. Jullie gaan meedoen aan een hele leuke scholencompetitie. Het heet de China Ambassador School Cup. Dit is het beste om te laten zien wat je waard bent. Wil van hieruit alvast de kinderen bedanken voor hun participatie. Ze zijn overenthousiast. Ze rennen dagelijks naar me toe. Meester, meester, wanneer gaan we trainen? Wanneer vertrekken we? Hoe laat moeten we opstaan? Wat moeten we aantrekken? Dat zijn die verhalen die ik dagelijks van ze hoor. Ik heb ze al voorgehouden dat ze zich moeten inzetten. We gaan daar om te winnen. Dus we verwachten niks anders. Daar hebben we er zin in! Ja!